Hallo, mijn naam is Charlie. Ik vind het erg leuk op de surf na de laatste dagen 2014. Waar we al het tijd mee bezig zijn, dat is gebruiksvriendelijke twee-factor authenticatie. Want eigenlijk al onze gebruikers die authenticeren nu gewoon met een username en een wachtwoord. En dat is redelijk makkelijk, maar het is niet zo heel erg veilig. En we zien steeds meer diensten beschikbaar komen die steeds hogere beveiligingen eisen eigenlijk. En het probleem is dat je wel heel veel veilige middelen hebt om in te loggen, maar die zijn allemaal niet zo gebruiksvriendelijk. Dus daarom hebben we Tikker bedacht. Dat is een makkelijkere manier om toch veilig in te loggen. En de bedoeling is dat je het heel laagdrempelig maakt om die extra authenticatiemiddelen te gebruiken. Nou, met deze Google Glass maken we dat nog makkelijker, want de Google Glass ziet eigenlijk hetzelfde als wat jij ziet. Dus als jij naar het beeldscherm kijkt en de Google Glass is in staat om die code te scannen, dan zal die uit zichzelf die code opsturen naar de authenticatieserver. Die checkt dan of jij inderdaad de Google Glass hebt die bij jouw account hoort. En op die manier vormt die Google Glass een tweede factor waarmee je inlogt. Eigenlijk net als bij het pinnen. Je hebt een pincode en een pasje. Nou, eigenlijk is de Google Glass dan je pasje. Wij organiseren hier vanavond onder andere een demo waar je aan de hand van hersenactiviteit een drone kan besturen. Nou, het leuke van deze demonstratie is dat we meerdere technologieën aan elkaar knopen en demonstreren. Wat we doen is we maken gebruik van een brain-computer interface. Die vangt de hersensignalen op, die sturen we naar een softwareprogramma waarin we die soort van analyseren en die klassificeren als een bepaalde gedachte. Daar doen we ook bijvoorbeeld aangeven wat iemand zijn gedachte is over naar omhoog gaan of omlaag of links of rechts. En die gegevens die koppelen we weer aan een drone en die sturen we als commando's naar de drone, waardoor die als het ware vliegt aan de hand van jouw herseninput. Het doel voor vanavond is vooral veel plezier hebben, mensen de kans geven om een drone aan te sturen met hun hersenen. Maar ook om te laten zien wat speelt in onze doelgroep als het gaat om bijvoorbeeld hersenonderzoek of het aansturen van drones of bots. Dit is een tiled display, zoals dat heet, van 9 schermen. Aangestuurd door 9 Raspberry Pis. Dat zijn kleine computertjes met een beperkte capaciteit. En waar één Raspberry Pi de video via multicast stream uitstuurt. En de andere de weergave doen per scherm en hun deel daarvan laten zien. Uiteindelijk hebben we er hier 9 staan, maar dit is eindeloos uitbreidbaar. Ik kan me voorstellen dat je dit gewoon als informatiescherm gebruikt om te doen. Maar nu staan de schermen zeg maar allemaal op elkaar, hè, als een groot raster. Maar je kunt schermen ook verspreiden door je instelling heen en dan bijvoorbeeld allemaal hetzelfde beeld afspelen. Of je kunt ze per 4 clusteren en dan per 4 een, laten we zeggen, informatie over je netwerkverkeer weergeven. En andere weer wat andere informatie, aanvullende informatie. Ja, het is veelzijdig. Ja, je kunt er ook leren mee programmeren. Hoe stuur je zoiets aan en welke videoproblemen kom je dan tegen op zulke schermen? Dat is eigenlijk een beetje het idee erachter. Dit is een demo speciaal voor de relatiedagen. We hebben eigenlijk altijd iemand rondlopen, een fotograaf die foto's maakt van aanwezigen. Vorige keer hadden we iemand die Polaroids maakte. En we dachten met de volgende versnelling, dat moet anders kunnen. Dus dat is de selfiecopter geworden. De bedoeling is dat mensen een drone zelf besturen. Voor veel mensen is dat de eerste keer dat ze het doen. Die drone kunnen ze al heel snel binnen deze arena rond laten vliegen. En ze moeten hem dan een stukje op laten stijgen, ronddraaien en zo positioneren dat ze een selfie van zichzelf kunnen maken. Nou, dan maken ze met de iPad een selfie. Die wordt vervolgens geüpload naar onze nieuwe dienst SurfDrive. Dat is een soort Dropbox voor het hoger onderwijs. En op edu.nl/selfiecopter kunnen dan de bezoekers hun foto's terugvinden op SurfDrive. De robot heeft heel veel verschillende functionaliteiten eigenlijk. Je kunt hem laten dansen, dat is altijd leuk voor de entertainment. Maar de Fontys heeft hem aangeschaft voor het implementeren binnen het onderwijs. Dus we hebben een technische leraaropleiding waar we ook docent ICT hebben. En de jongens van docent ICT die kijken van oké, wat kun je nu eigenlijk met zo'n robot? Wat zit erin? Hoe moet je hem programmeren? Maar kijken daarnaast ook van oké, hoe kunnen we dit toepassen binnen het onderwijs? Dus zou je hem in kunnen zetten bij zorgleerlingen.
Leerlingen met bijvoorbeeld autisme, die hebben moeite met oogcontact, die draai je daar vaak van weg. Nou, je kan de robot zo programmeren dat hij een bepaald verhaal vertelt of hij is een bepaalde opgave aan het uitleggen. En als de leerling dan wegdraait, dan kan de robot daarop reageren en zegt hij van, hé, kijk je me weer even aan of hé, ik zit hier. Zodat die leerlingen eigenlijk getraind worden om oogcontact te houden. En wij zijn dus aan het onderzoeken van oké, op wat voor manier kan hij dan ondersteunen. Is dat door inderdaad aan de slag te gaan met zorgleerlingen? Of is het ook om aan de slag te gaan met leerlingen die misschien een bepaalde achterstand hebben en die daardoor de klas deels ophouden. Die kunnen dan apart aan de slag met de NAO-robot, zodat ze eigenlijk een soort bijgeschoold worden en de leerkracht kan dan wel door met de les. Ook maken we tijdens deze relatiedagen gebruik van Sheldon, onze virtual presence robot. Met Sheldon is het mogelijk om vanuit elke plek in de wereld in te loggen op de robot en deze vervolgens te besturen. Nou, het leuke is dat je een soort van Skype-effect krijgt waarmee je kan communiceren met elkaar zonder dat je aan één plek of één computer gebonden bent. Maar je kan bijvoorbeeld op zo'n avond als vandaag over de beurs heen rijden. Maar ook serieuzere toepassingen als een ziek kind dat thuis moet blijven, maar wel letterlijk met zijn vriendjes en vriendinnetjes mee kan doen. Maar ook het bezoeken van musea of andere praktische bezoeken waar je zelf niet bij kan zijn, wat je natuurlijk zelf het liefst wil, kan je met Sheldon doen. Het is een brain-computer interface, dus het idee is dat je door middel van je hersensignalen iets een computer kan besturen, dus zonder handen of wat dan ook, alleen op basis van je hersensignalen. En in deze demo gebruiken we dat dus om een spelletje te controleren. Het idee is dat in je hersenen, als er iets significants gebeurt in je omgeving, dan heb je iets van een aha-moment, zeg maar. En dat moment, dat kun je dus meten in de hersenactiviteit. En het idee is dat deze applicatie maakt daar gebruik van door verschillende dingen weer te geven. En als je dan naar één daarvan kijkt en het systeem verlicht dat dan, dan wekt dat dus zo'n moment op en alle dingen waar je niet naar kijkt, als je die verlicht, dan gebeurt er dus niks. Dus dan kan hij op basis daarvan zien waar je je aandacht op richt en dat gebruiken om bijvoorbeeld de goede richting op te gaan. Het onderzoek wat we doen op de universiteit is dus om applicaties te ontwikkelen bijvoorbeeld voor mensen die verlamd zijn, dus die geen andere optie meer hebben om te communiceren, zodat ze dus door middel van hun hersenactiviteit toch kunnen praten. Dus bijvoorbeeld heb je dan spellers waarmee ze dus letter voor letter kunnen een briefje kunnen schrijven.